presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Heb je nog een kopje thee van Manel? Joe! Dan ga ik zo zachtjes dan weer eens aan elkaar wij. Het is toch een schandaal dat de werkman zelfs op oudejaarsdag nog aan de bak moet. Maar ja, dat zal die Harmsen een zorg zijn dat ik moet rijden vandaag. Als het aan hem lag, was ik alle feestdagen de pineut. De bussen moeten toch rijden, Jaap? Je bent al om 4 uur klaar. Wees blij dat je vanavond niet hoeft. Dat moest er nog bij komen. Nee, ze zijn nou bezig over die vijfdaagse werkweek. Nou, dat zal eens tijd worden. Oh ja, nou. Ik heb hier een lijstje, dat moet je allemaal even aanschaffen. 20 rotjes. 30 vuurpijlen. 40 gillende keukenmeiden. 50 voetzoekers. Mag ook wat meer zijn, maakt niet uit. Kijk. Jaap, jij denkt toch niet dat ik vuurwerk ga kopen? Ja, natuurlijk wel. Het is toch oude jaar. Ik heb toch niet vieren zonder vuurwerk? Ja, allemaal hoela. Het is allemaal duur genoeg. Hoezo? Ik heb alles geld nodig voor de oliebollen, de appelflappen, de bisschopswijn. Het is voor 6 personen. Hé? Mijn vader en moeder komen toch ook? Wat? Dat heb ik van de week al gezegd. Dat ze niet naar Agnes gingen omdat hij met dat been zit. Hij is fijn. In plaats dat je moeder nou eens van de trap valt. Ja, wees nou vanavond eens een beetje aardig tegen de... Aardig tegen je moeder? Je vraagt toch aan Kennedy ook niet of hij aardig wil wezen tegen Khrushchev? Het is toch niet te geloven, zit ik de hele oudejaarsavond met mijn schoonmoeder en ik heb niet eens vuurwerk om de boze geest te verjagen. Het wordt vast hartstikke gezellig. Wim kan eens ook op de radio. Nog erger, dan gaat ze de hele avond zijn grappen uit zitten leggen. Nou, jij begrijpt ze toch ook nooit? Oh, nee? Nee. Weet je nog, 2 jaar geleden, toen zei hij... De Gaulle, dat is een man uit 1 stuk, kan je zo zien, beweegt zich moeilijk. Je begrijpt het nog steeds niet, hè? Maar dat was dan ook de enigste. Ja, Kooijman, je koopt je vuurwerk maar lekker zelf. Je weet best dat ik blut ben, Nel. Het is het einde van de maand. Eigen schuld had je maar moeten sparen. Sparen! Van mijn arm moet je zeker. En dat dan allemaal naar de bank brengen, zeker. En dat ze dat daar allemaal op gaan zitten te potten, zeker. En die slavenburg maar lachen. Nou, wat zullen die een lol hebben, zeg, om die bedragen van jou. Omdat jij zo krenterig bent. Moet je me maar meer zakgeld geven. Je weet best dat dat niet gaat, Jaap. Het is al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen. Nee. Jij gooit het over de balk. Oliebollen, appelflappen, bisschopswijn, doe maar. Het enige dat we nodig hebben, dat hebben we niet. Vuurwerk. Dan weet je het vast voor volgend jaar. Vuurwerk is jouw pakken, Jan. Jij denkt geloof ik dat ik van Beuningen ben. Mevrouw van Beuningen gaat weer eens aan de afwas. Kooijman. Ja. Nee. Hé, hey, Jaap, je bent al weg, hoor. Je bent nogal vrolijk. Ja, het wordt een fantastische avond vanavond. Dit wordt het oud en nieuw van de eeuw. Ah, man, we hebben niet eens vuurwerk. Hadden, Jacobus, hadden. Kijk eens even. Buskruid? Van de huipschool te gekregen. Gebruiken wij altijd in de riool. Bij hele hardnekkige verstoppingen. Bijvoorbeeld onder de Euromars. Dan komt er natuurlijk van die enorme hoge komt die stroom naar beneden gestort. En dan verandert dat natuurlijk in graniet. Nou, dan blazen wij dat in 1 keer weg, man. Grandioos. Waarom geeft hij het dan aan jou? Deze partij is afgekeurd. Nou, dan heb je er toch niks meer aan? Nee. Hij is enkeld over de datum, maar hij ontploft nog wel, hoor. Ja, Pio. Wij maken ons eigen vuurwerk.
Weet jij dan hoe dat moet? Tuurlijk. Anders kijk ik gewoon in het kookboek van zus. Dat is een grandioos idee, Simon. Wij hebben dadelijk het beste vuurwerk van heel Rotterdam-Zuid. Hé, meneer Harmsen. U maakt er zeker ook een gezellige avond van vanavond, hè? Met uw moeder en zo. Een gezellige avond? Ja, oliebollen, appelflappen, bisschopswijn. Maar Koeienman, dat doet men toch alleen maar op oudjaarsavond? Ja. Maar het is toch ook oudjaarsavond, meneer Harmsen? Zekerlijk. Ik dacht dat het pas augustus was. Nee, ik denk al, wat is het fris? Nee, het is 31 december, hoor, meneer Harmsen. Vannacht knallen we het nieuwe jaar in 1961. Oh ja, meneer Harmsen, mag ik even? Ik gebruik alleen de achterkant, hoor. 1961 alweer. Wat gaat de tijd toch snel? Ja, Koeienman. Het leven eilt voorbij. Dat wel, natuurlijk. En Koeienman, zoals de dichter zingt. Heel de wereld is toneel. En mannen, vrouwen, allen, enkelspelers. Ze komen op en treden weder af. En ieder vervult in het leven vele rollen. Eerst het wicht, dat in haar voedsterarmen krijt en spuwt. Dan het grienend schoolkind dat als een slak ongaarne schoolwaarts kruipt. Dan de geliefde die in een weevol lied op liefdes ogen gelijk een blaasbalg zucht. Dan de soldaat vol dolle vloeken op vliegend stuk op vechten. En dan de rechter met mooi rond buikje met kapoen gevoerd. Zesde trap. Vervormt zijn zware stem tot kindse kwetterstem die piept en fluit. Gezicht en tanden, smaak en alles kwijt. Zo, meneer Harmsen, dan kan Wim Kan nog een puntje aanzuigen. De Koeienman, dit is Shakespeare. Shakespeare. Kijk eens, meneer Harmsen, wat er ook gebeurt, het wordt in elk geval een heel bijzonder jaar, want je kan het ook omdraaien. Zo alleraardigst, vind je stof. Mag ik dit hebben? Kan ik het moeder laten zien? Maar natuurlijk, meneer Harmsen. Zeg, dank je. Oh, daar bedenk ik me opeens. Ik heb helemaal geen vuurwerk voor vanavond. Nu is het natuurlijk al veel te laat. Nou, dan geloof ik dat wij een mooie oplossing voor u hebben, meneer Harmsen. Simon hier is namelijk een eerste klas vuurwerkmaker. En die heb toevallig de hand weten te leggen op deze partij... Buskruid. Maar is dat dan niet gevaarlijk? Wel, nee, Simon heeft ervoor doorgeleerd. Jan ligt daar school in Vlaardingen, hè? Wat denk jij, Simon? Zouden wij genoeg hebben voor meneer Harmsen ook een partijtje te maken? Uiteraard, je kopers, met wat ik hier al heb staan. Kun je 7 dikke Bertha's vullen? Dat zou fantastisch zijn, hè? Dan gaan we knallen en knallen en knallen. Ja, als u nou om 7 bij ons langskomt, dan kan u zien hoe dat we het maken. Laat ik liever hapjes even langskomen, hè? Want ik moet zelf als individueel gaan oliebollen bakken. Ja, natuurlijk, want dat is er nog niet van gekomen. Bedankt, Koeienman, dat jij mij uit de brand hebt geholpen. Dat zal ik niet licht vergeten. Dank u wel, meneer Harmsen. Hoor je dat, Simon? Hij zal het niet licht vergeten, weet je wat dat betekent? Nou, ik ga de geweldige beurs maken. Kom op, Joost. Anders op! Is mijn dap sjouwen. Nou, meteen aan de slag. Nee, laten we nou even op mijn moeder wachten. Ik ga even zitten, ik heb geen voeten meer over. Jappio! Wat heb jij nou? Wat zijn jullie nou van plan?
Moet jij eens kijken. Simon. Let op het springen van de lintworm. Dit zijn de hulzen. Mm-hmm. En deze veters zijn het de lonten. Stopverf voor de afdichting en als klap op de vuurpijl. De waterstofbom is er niks bij. Wat gaan jullie in hemelsnaam doen? Wij gaan ons eigen vuurwerk maken. Oh, maar het is toch levensgevaarlijk? Waarom dacht jij nou dat we die pakjes aan hadden? Dan kan er toch helemaal niks gebeuren. Wij nemen geen enkel risico, hoor. Kom op, je kopert aan de slag. Ja. Helemaal niet. Niet in mijn huis. Jouw huis? Er is helemaal niks van jou bij, hoor. Ik betaal hier de huur, hoor. Het staat hier allemaal op mijn naam, hoor. Waar de man woont, draagt hij de kreuk. Jaap Kooijman, als jij hier in huis vuurwerk gaat zitten maken, vraag ik echt scheiding aan. Doen we het wel boven bij mij. Ah, dan kan jij je huwelijk ook wel vergeten. Daarom juist. Jongens, denk nou eens één keertje aan ons. We zouden het vanavond toch gezellig maken. Is vuurwerk ongezellig dan? Vuurwerk? Gezelligste wat er is? Is uitgevonden in China. Waarom denk je dat er zoveel Chinezen zijn? Ja. Het is toch hartstikke eng met af en toe kruid en zo. En mijn moeder kan elk moment voor de deur staan. Oh. Nou, inderdaad, Jacobus, dan wordt de situatie wel heel erg explosief. Jullie hebben dus weer geen vertrouwen in ons. Doen we het wel beneden in het fietshok? Oh, wees toch in hemelsnaam voorzichtig. Ja, wees nou niet zo eigenwijs. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Oh, nee. Oh, nee. Nou, laat ik je dan zeggen dat meneer Harmsen een grote partij bij ons besteld heeft. Nee, hè? Ja, hè. En zijn butler komt het halen. Ja. Doe het ook voor jou, hoor, Nel. Wat dacht je dat de buren zouden zeggen als wij als enigste in de straat geen vuurwerk zouden hebben? Dan zou jij toch voor gek staan? En jij toch ook, zusje? Dat kan ik je toch niet aandoen? Nee. Dat wordt weer een oud en nieuw om nooit te vergeten. Als we het nieuwe jaar tenminste halen. Nou, je kan eens een keer van je schoonmoeder zeggen wat je wil, maar ze werkt wel onder kuiten. Ja, ze is in training voor Koningin de Dag, de Ronde van Feyenoord. Kijk eens, pa. De BB rukt uit. De Russen zijn zeker gekomen. Dat zou jij wel willen, hè? Kon je weer heulen met de bezetter. Nou. Moeder, ga jij nou even naar boven alvast? Dan ga ik achter vuurwerk aan. Vuurwerk? Dat is toch nergens meer te krijgen, man? Alles is er al lang dicht. Jongen, ik heb mijn eigen adressies. Nou, meneer Van Vliet, is eigenlijk nergens voor nodig, hoor. Want wij gaan zelf vuurwerk maken. Zeker weten. Beste van heel Rotterdam-Zuid. Zelf vuurwerk maken? Je kan je eigen peters nog niet strikken. Wil jij nou oliebollen bakken? Doe je één keer per jaar iets nuttigs. Hey, ja, ken het nou vanavond niet een klein beetje minder? Ze begint toch zelf? Hoe hou je het toch met haar uit, pa? Och, jongen. Brand is erger. Nou, meneer Van Vliet, dat weet ik niet, hoor. Brand kun je blussen. Ja, als je haar het zwijgen op wil leggen, moet ze minstens in de ongebluste kalk. Kijk nou eens, Jacobus. Dan hebben we de butler. Bonsoir, Massani. Je bent mooi op tijd, Hopjes. We gaan het net maken. Dan kun je zien of dat we doen. Wat een zeldzaam voorraad. Natuurlijk, wij gunnen de klant gaarne een kijkje in de keuken. Ja, heel vriendelijk van u. Weet je wat? Doe jij de lonten. Ik heb een bon idee. Ik ben dol op kokkerellen. Zo is dat. Vele handen maken lichtwerk. Jan en Agnes hadden toch ook gezellig kunnen komen vanavond, maar waren ze toch gaan halen? Nee, kind, ze kennen dat been de trap toch niet af? Ach, dan zitten ze vanavond helemaal zielig alleen. Helemaal niet zielig. Die twee zijn gek op elkaar. En ze zegt nog, gaan jullie nou gezellig naar Nel? Wij redden ons wel. Die Jan is toch ook een schat, hè? Daar heeft Agnes het echt mee getroffen. Ja, zeg dat wel. Dat is tenminste de man die weet wat zijn vrouw toekomt. Nou, Jaap heeft ook zijn lieve dingen. Oh ja? Noem eens wat op dan. Nou, als de vuilnisbak naar buiten moet, houdt hij altijd de deur voor me open. Nou, je bent toch maar een spekkoper, Nel. Want als het aan Siem lag, moest ik hem ook nog naar beneden dragen. Nee, want pa, die is nog van de oude stempel. Die laat de vuilnisman altijd boven komen. Nou, dat beslag is nou wel klaar, hoor. Wat denk je, ma? Zou het genoeg zijn voor 6 personen? Jawel.
Houd je die man van jou maar een beetje op rantsoen weten houden. Van die kaars! Ja, dat deed ik ook, maar dat runt niet tegen me op. Het is ook zo deksels donker daar binnen. Ja, ik heb je nog zo gepast. Jeetje, pijn. Nee hoor, alleen als ik lach. Oh, ik ben het over, meneer Hopjes. Zus, hou jij de gewand erom of ik weet niet of ik wel genoeg heb. Zeer betreurenswaardig allemaal. Nou zit meneer Harmsen vanavond ook nog zonder vuurdactivie. Ik heb vuurwerk, hoor. Mijn bedovergrootvader, Jan Hendrik Hopjes, was in der tijd lakei aan het hof van keizer Napoleon. De derde. Deze gaf ter ere van de verloving van zijn dochter Charlotte Sophie een soirée ten paleize. Versailles. Uiteraard. De bedovergrootvader van de heer Harmsen, Honoré Hubert Antoine, was daar als cultureel attaché van het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig. En nou wil het verhaal dat de oude heer Harmsen zo onder de indruk kwam van de manier waarop mijn bedovergrootvader de façon truffée serveerde, dat hij hem onmiddellijk in dienst nam. En sindsdien zijn de geslachten Harmsen en Hopjes onlosmakelijk met malkander verbanden. Nou, ik ben blij dat ik dat weet. Meneer Harmsen was al onderweg hier naartoe, meneer Hopjes. Ik had zijn moeder net aan de lijn. Ze hebben de knal in Kralingen gehoord. Gefeliciteerd, Jaap. Hebben ze niet alleen hier in de straat van je genoten? Moeder, hou het nou een beetje gezellig. Wel ja. Oudejaars onder oliebollen. Zo gezellig heb ik het niet meer gehad sinds de hongerwinter. Ma, we hebben toch heerlijke wijnen. Straks is Wim Kan op de radio. Als dat maar doorgaat. Sinds die ontploffing loopt hij waarschijnlijk naar Corrie Vonk te zoeken. De burgemeester van Emmekom-Paskewum had ook een butler, maar die was niet helemaal goed. Was namelijk de jongste uit een gezin van 12 kinderen uit Barger-Paskewum. Maar in Emmekom-Paskewum had je ook veel grote gezinnen en daar waren de meesten niet helemaal goed van. Kreeg je toch scheef een ogen op, dorp. Dat zal meneer Harmsen zijn. Meneer Harmsen, komt u verder. Mevrouw Kooijman. Goedenavond samen. Goedenavond. Ja, ik hoop met deze lekkernij het leed enigszins te kunnen verzachten. Ah, geweldig. Mooi. Mevrouw. Dat is mijn moeder, meneer Harmsen, mevrouw van Vliet. Aangenaam. U boft toch maar met zo'n schoonzoon. Ja, zegt u dat wel. Toen mijn dochter hem thuis bracht, zag ik het meteen. Hij is een lotje uit de loterij. En dan is dit natuurlijk meneer Van Vliet uit Verzoen. Van Vliet, aangenaam. Kijk eens aan. Het lijkt wel of jullie uit de loopgraven teruggekeerd zijn. Zal ik die schaal van u overnemen, meneer? Tot de Hopjes. Ik herken die helemaal niet. Nou, ik moet zeggen, het bestaat je absoluut niet in dat verband. Ja, Hopjes, trakteer jij de dames maar even op zo'n goudbruin rakker. Nou, heerlijk. Heerlijk. Ik heb er extra sucade in gedaan. Hè. Zo aten ze ook altijd in Indië. Lieten we de jongens altijd even de tessa ingaan om de sucadestruiken leeg te plukken. Indië, oh, hadden we het toch maar gehad.
Hebben we het niet meer dan? Oh, dat moet ik moeder vertellen. Enfin, daar kom je, man. Hoe staat het met mijn vuurwerk? Dat is toch in de lucht gevlogen, meneer Harmsen? Dat weet ik toch ook wel, Kooijman. Ik maakte maar een grapje. Jongens, het is al over negen en Wim kan. Oh, Wim kan, enig. Nou, ik hoop dat hij weer lekker te ver gaat. Wim, doe nou. Mien, kom nou. Rustig nou, Mien. Kalm al nou. Mien. Maar trek het je niet aan. Mien, ik ben toch bij je. Mien. Zeg, Mien. Je kan toch nieuwe bakken? Is dat vuurwerk of niet? In hebben kompasjes staken we altijd de hooimeid in brand. Misschien de water is bijna 12. 9, 10, 11, 12. Ja. Hapjes. Zoals u wilt, meneer. En dan heb ik nog een verrassing. Oh, voilà! Shampoo! Ja, heel gelukkig 1961. Schat, je bent het einde. Hey, kijk eens, Jacobus. Toch nog een vuurpijl. Ah.